Een hele goede morgen, middag, avond. Weer deze video kijken. Welkom weer in deze nieuwe video. Vandaag is het weer een vlog. Want ja, ik dacht, ik heb weer wat nieuws. Want ik ga even hierdoor de kerstboom optuigen die hier staat. Ik denk, ja, is mooi voor de vlog. Want ik heb twee keer top 10 gemaakt. Dus ik denk, nou, gaat nu weer een vlogje komen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hierdoor de kerstboom, want we hebben een nepboom met de ondergrond. Ga ik nu optuigen en ik neem jullie lekker mee. En daarbij heb ik de bank hebben hier. En die gaan allemaal rode dingen komen erop. Dus dat is ook wel gezellig. Dus dat is wel gezellig, maar dan ga ik hiervoor beginnen. Mijn ouders weten het niet, want het is nu 1:15. Dus ik kom pas om 4:00 thuis. Nou, ik kan hun reactie niet filmen, want ik ben dan op mijn werk. Maar ik denk dat ik wel even binnen 1,5 uur het boompje kan opzetten. Dus dat ga ik niet doen. Dus jullie zien, timelapse doe ik niet, want ik heb geen idee. Ik heb het een keer geprobeerd, maar geen idee, want dan loopt hij heel erg vast als ik dat ga doen. Maar ik neem jullie gewoon kleine stukjes mee met de boomtuigen. Dus ja, we halen hem eerst maar even lekker uit de doos. En gaan we een mooi plekje verzinnen voor. Dus ja, dat gaan we maar even eerst doen. En iets verder. Je hebt hier gewoon dat voetje en een kleedje eromheen. En beginnen we met dit ding. En hierin komen we met die stokken weer. Dus het is begin staat er. We gaan nu de stokken uit de doos halen en erin zetten. Wat eigenlijk is, we hebben hier eentje. Die doe je dus een beetje uit elkaar, want anders ziet het er niet uit. En die doe je in die gaten. En dan bouw je hem helemaal rondom op en dan komt hier nog eentje op en dan bouw je hem helemaal op. Dus dit is het begin, dus stak 1. En we gaan nu verder. Dus je ziet zo meteen een iets groter resultaat. Ik weet niet of ik hem af heb, maar een groter. Dan ja, jullie zien straks wel hoe het eruit ziet. En het onderste gedeelte staat. Ja, waarschijnlijk zullen jullie nu ook wel denken en nu. Ik heb in ieder geval nog een beetje in de doos zitten en de top staat er natuurlijk niet op. Dus jullie zullen ook wel denken van ja, wat ga ik nu doen? Maar ik denk dat ook heel veel van jullie weten, maar er zit gewoon een extra deel in de doos. Op zich wel raar. Even kijken. Ik zit hier de camera van hier. En het is gewoon een extra opzetstukje. En die zet ik er dan. Of zo. Moet ik even kijken. Nee, ik denk zo. Nee, dit is cap. Hij moet zo. Kijk, dan duw je hem zo op. En dan is hij alweer een stuk groter. Dan ga ik eigenlijk nu weer verder met de rest. Dus nu zat het, voor mij is het groot ongeveer. Komt er nog een piek op, dus ik denk dat die ongeveer zo groot wordt. Daarna ga ik even kijken waar de kerstballen en versiering en zo hangen. Ga ik dat er ook even in hangen. Dan is alweer tijd voor werken, want het is nu 2:55. Dus ja, maar op zich heb ik het redelijk snel gedaan. Dus dit is nog het laatste beetje en dan zie ik jullie zo meteen weer bij het laatste beetje. En we zijn er bijna klaar. Alleen het bovenste gedeelte moet erop en ik heb nog één tak overgehouden. Want niet alle takken zijn even groot. Het gaat natuurlijk van groter naar steeds kleiner. En ik denk van ja, hoe werkt het nou als je dat niet weet? Wat er op deze paal zit. Even kijken of ik dat hier kan zien. Ik heb hier die tak. Leg ik even hier op. Ik zie dat hier op. Of zie dat echt eens hieronder? Nou, hieronder. Kijk, er staat nu is die sticker eraf. Maar dit wordt een zwarte sticker te zijn. En om deze takken, hier zit ook een zwarte sticker. Zoals jullie zien. Als je scherp stelt. Kijk, zwarte sticker. En dan weet je dus dat de zwart hoort bij de zwarte. Dus die schuiven erin. En dan was onder was geel en dan groen en dan nou, krijg je allemaal kleurtjes waardoor het er maar één geheel wordt. Nu hoef ik alleen nog maar de bovenkant erop te zetten. Even kijken. Dat is deze. Nu hoef ik alleen nog maar op te zetten. Dat is ook de grootste van allemaal. Dan moet ik eerst het uit elkaar halen zo. Oh, dat is best wel. Dan heb ik die takken zo aan de zijkant. Oh. Even kijken. Ja, het is, dat moet er wel een beetje niet zo opgekropt uitzien natuurlijk, dus we moeten wel gewoon een beetje. Dat heb ik trouwens ook met al die takken gedaan. Een beetje uit elkaar gehaald. En dan, ja, gewoon een beetje, ook niet per se heel, ja, wel een beetje goed natuurlijk, maar gewoon dat, het is alleen voor in de doos doen is het bij elkaar. Gewoon anders is het ook zo'n zielig boompje. Dus doe je hem uit elkaar en dan doe je hem erbovenin. Alleen dan, zeg maar nu, omdat die takken nog niet helemaal goed uit elkaar zijn, heb je nu bijvoorbeeld een heel groot tussenstuk ertussen. Dus eigenlijk moet je die tak een beetje naar beneden doen en hopelijk is dat stukje weg. Dus ik ga het nu even doen voor jullie. Ik heb het een beetje geprobeerd. Het ziet er op zich nou, redelijk één geheel uit. Dus nu alles is uit die doos en er liggen allemaal wat lichtjes en zo. Daar moet natuurlijk de piek op. En nou, verder, dit is gewoon de boom. Ik ga even kijken waar de versierdingen liggen. En dan ga ik gelijk even de bank doen. Want die is nu wit en die wordt rood. Want ja, kerstrood en ballen doen we erin, even in de boom. Ja, dat, ik ga even dat pakken en dan zie jullie zo als ik alles weer heb en zo. De postcode kwam net, ik dacht dat mijn ouders thuis kwamen. Dat was even stress, maar ik heb hier ook
Dit gaat even naar boven naar zo'n gekke ketting. Ik heb hier de ballen, ik heb er nog allemaal dingen liggen. Dus ik ga beginnen, de liggen zoek erna in. En er liggen nog veel meer boven, maar dit is het begin. Dus dat vind ik een mooi begin, dus daar gaan we mee beginnen. En dan zien jullie zometeen het resultaat wel. Jongens, ik was bezig met ongeveer optuigen, want ja, het staat nu al beter, de liggen zitten erin. En ik laat een kerstbal vallen. En hij is ook kapot ook gelijk. Helaas, of ja, die kan je niet echt weer ophangen. Dan hangt hij, ja het kan wel, dan hangt hij zo. Even een mooi plekje. Kijk, als ik hem dan ophang, even kijken. Wow, dat haakje is ook helemaal kapot of zo. Nou, dan zie je wel echt dat hij kapot is, zeg maar. Daarom, dus die ga ik denk ik, ja, kunnen mijn ouders willen, maar die gaat gewoon weg. En dan moet ik dit even stofzuigen onder die boom. Ik weet niet of je het ziet, maar dat is allemaal van die dingen. Liggen er. Dus ik moet ook nog even stofzuigen, maar dat is een mooi begin. En de kast die wordt, zeg maar, die gaat ook nog leeg en dan, ik heb mooie sokjes. Die gaat ook nog leeg en dan komt er een heel kerst op te staan. En verder heb ik allemaal rode dingen op de bank al neergezet, dus dat ziet er ook wel even top uit. Dus ik ga nog even, het is nu 2:45, dan ga ik nog een kwartiertje door denk ik, even de laatste ballen erin hangen. Dan ga ik naar mijn werk, dus dan is het grootste dichtgedeelte is in ieder geval gedaan. Ik bedoel, als je snel kijkt, is gewoon gezellige kerstboom. Het ziet er ook beter uit dan zonder licht in ieder geval. En als het kerst erop staat, dan kom je er ook nog bij te weten. Ik weet niet of dat binnen deze vlog gebeurt, omdat dan moet het dus veel meer dingen en dat is allemaal elektrisch en bla bla. Maar dit is in ieder geval een mooi begin. Dus ja, ik ga nog even verder met deze ballen en met die. En dan vind ik het mooi, dan ga ik naar mijn werk namelijk. Ik vind hem als goed is af. De piek staat er ook op. Dat is helemaal mooi. Lichtjes erin, kerstballen erin, alles erop en eraan. Alleen even stofzuigen, maar dat ga ik nu even doen. Even de doos opruimen die hier al staat. En ja, dan binnenkort komen die huisjes. Maar dat zal ik wel in de vlog zetten nog. Maar dit is op zich een mooi begin. Want het is nog geen kerst. Dus, maar het is wel december als deze vlog online komt. Dus het is wel december. Voor mij is het... Morgen is het 1 december. Dus ja, niet aankomende donderdag. Want morgen is woensdag. Maar die week daarna is het, komt deze vlog online. Dus dan is het ook al Sinterklaas dan ook al weg. Dus dan is het niet eens heel raar als jullie deze vlog zien. Maar mijn boom die staat er zo. En misschien komt er nog een en ander in, maar het grootste deel die staat er nu in. Dus nu even stofzuigen en dan gaan we naar ons werk toe. Ik heb er ook weer geveegd, dus het oogt ook gelijk een stuk schoner. Dus ja, dit is het mooie. Ondertussen is mijn moeder ook al thuis gekomen, maar die wou er niet op. Ik voel me zo, daar heb ik geen tegenlicht. En ik was ook bezig en zo 4 uur thuis en komt ze 4:50 aan. Hallo. Maar ze vond het wel grappig. Toch man? Zeker. Ja, ik vond het grappig. Dus nu zou ik even meehelpen met echt de laatste dingen. Zoals, kijk, waar staan die vlinders? Kijk, bijvoorbeeld hier nog een vlinder zit erin en zo. Dus dat zijn we nu nog aan het doen. Ik zal de puntjes op de i zetten. Maar ja, dit was in ieder geval de laatste shot van vandaag. Want ik ga naar mijn werk doen. Dus ja, dit was even een mooi middag. Kerstboompje opzetten. Maar ja, ik zie jullie wel de volgende dag, denk ik. Nou ja! Leuk! Tja! Yeah. Het is weer de volgende dag. Nou, volgende dag ga je 2 dagen later. Maar het kerstdorp staat. Ik heb hier ook gewoon allemaal van die huisjes eigenlijk. Hebben wij hier al staan. En ja, gewoon in het klein, dus niet zo heel groot. Dan de boom stond al. En ik heb ook al mijn eerste 2 cadeautjes van mijn ouders binnen. Dus die leggen we mooi. Hier onder de kerstboom zo. Ik vind het hartstikke mooi zo. En ja, ik kan niet zeggen wat er is, want erin zit natuurlijk ook mijn ouders kijken in de vlogs. Dus dan is het een beetje van, dan weet ze wat het is. Maar in ieder geval, daar komen we nog wel achter als het kerst is. Dan laat ik jullie dat zien. Maar de eerste 2 cadeautjes liggen dus, dat is even helemaal top. Voor de mensen die thuis nog boeit, dit is mijn lijst van Spotify. Nummer 1 op Boef, Silvio. En ja, enzovoort, enzovoort. 15.000 minuten hier al geluisterd. Ik luister hier de quarantaine sessie van Boef op 1. Dom doen, die zat echt al 2 jaar op rij, vorig jaar zat ook op 1. Ja, dit is gewoon voor de mensen die het boeit. Het zullen waarschijnlijk niet voor mensen zijn die het boeien, maar ik vind het altijd wel leuk om te zien voor mensen. Maar ik kijk sowieso mijn eigen dingen helemaal zelf. Omdat ik het gewoon leuk vind om te zien en dan stelt het niet scherp. Dus ja, maar dat is die van mij, dus rond 15 minuten. En het zijn vooral zoveel te bezorgen, want daar heb ik muziek op. Ja, dat was dan eigenlijk. Dus dat wil ik even mededelen. Ja, zoek alweer. Einde van deze vlog. Vandaag hebben wij de kerstboom opgezet. Nou, vandaag nu is in deze vlog. En er zitten al in de tussentijd allemaal al cadeautjes onder. Dus er komt wel vooruitgang in.
Ja, verder is het alweer bijna donderdag. Dus dan moet kijken, dus nu is het woensdag. Ja? Dus dan moet morgen online. Dus gaan we even editen en dan zien jullie deze morgen. Volgende keer weer een nieuwe video wat het is. Is voor mij ook nog een verrassing. Even jullie ook, dus dat gaan jullie allemaal zien. Verder hadden we nog een discussie aan tafel. Nou, discussie. Ik had een raadsel. Kijk of jullie het ook weten. Als ik dan zeg, een beker is dat touchy. Maar als ik zeg, rietje is dat niet touchy. En deur is ook niet touchy, maar bank is alweer touchy. Want ik heb het van een vriend van me. Ik zei het een keer en ik dacht eraan. Dus ik ging, met mijn pa had ik het erover. Maar even in de comments laten weten of jullie het weten. En dan zal ik aan de volgende video wel zeggen wat het is. Of het nog meer hints geven, dat zien we wel. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. En dan zo. This is the song, la 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 la, Elmo's song. La 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 la, la 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 la.